Hij fietst zelf iedere dag een uur. En dat terwijl hij toch geen 20 meer is. Maar hij voelt zich nog wel zo, heeft hij mij toevertrouwd. En misschien komt dat ook wel door dat fietsen. Dat zou zomaar kunnen. Professor Erik Scherder, mag ik u naar voren vragen? U bent hoogleraar neuropsychologie aan de VU in Amsterdam. En hoogleraar bewegingswetenschappen aan de RUG in Groningen. Hartelijk dank. Hartelijk dank, dankjewel voor de introductie. Hartelijk dank ook voor de uitnodiging om vandaag hier te zijn. Ongelooflijk leuk dat u er allemaal bent en dat ik hier zelf ben. En nu nog met u mag delen over bewegen en over dit onderwerp met geheugen. Want de vraag was een beetje, de tweede vraag die ik u zou kunnen stellen is... Het is helder dat bewegen een effect zou kunnen hebben op uw stemming. Maar wie van u is ervan overtuigd dat bewegen wellicht ook een goed effect heeft op uw cognitieve functies, op uw geheugenfuncties? Wauw, ik kan eigenlijk dus wel ophouden, want dat was eigenlijk de missie. De missie was dat ik u daarmee zou verrassen. Nou, dat is het niet meer zo. Laten we er toch maar naar gaan kijken en een aantal kriedekeurs, een aantal hartekreten die wij dan toch graag ontluiken en met u delen. Als je kijkt naar dit soort studies, dit zijn plaatjes van internet. U ziet hier sportende kinderen. Ik kom een beetje van het podium af, ik kan me een beetje bewegen. Dit zijn sportende kinderen, jonge kinderen en wat oudere kinderen hier. Hier ziet u mensen van mijn leeftijd, middelbare leeftijd, tenminste ik hoop dat u niet vindt dat ik altijd bij dit plaatje hoor. Dat zijn allemaal mensen die sporten en deze plaatjes hebben we van internet gehaald. En die plaatjes vertegenwoordigen epidemiologische studies. En dat zijn studies, dat weet u wel, studies die geven aan, is er een relatie tussen twee dingen? Nog niet veroorzaakt het een het andere, maar wel is er een relatie. En in deze studies heeft men gevraagd aan 80-jarigen, hoe actief was u nou toen u 15 was, 20 was, op jonge leeftijd? En u begrijpt, de huidige categorie mensen van 80, die waren niet in staat om op die jonge leeftijd naar de sportschool te gaan. Dus die gingen naar de lagere school, misschien nog 2 jaar middelbare school. En daarna gingen ze aan het werk. Dus de vraag was, hoe fysiek actief was je toen je jong was? En dan blijkt bij die mensen die nu 80 zijn en die vroeger fysiek actief waren, daar blijkt bij dat zij bij die groep komt veel minder dementie voor. Ik voel de stemming een beetje zak in de zaal, dames. Is het juist? Heb ik het juist dat u denkt... Nou, bedankt als opening van deze dag. Kom je me vertellen dat ik het heb laten liggen? Is dat een gedachte, dames en heren? Is een tweede gedachte dat u denkt, kan ik er nog wat aan doen? Haal ik de relatie tussen bewegen en geheugen? Klinkt een beetje, oh, niks mis mee. Weer terug in mijn leven, als ik vandaag begin. Is dat een tweede gedachte, dames en heren? U moet even reageren, we zijn met een kleine groep, kom makkelijk. Is dat een tweede gedachte? Ja, ja. Wat denkt u dat de literatuur zegt? Denkt u dat ongeacht de leeftijd? Stel, u begint weer. Dat u de relatie met het geheugen weer terugkrijgt in uw leven. Wat denkt u? Is dit een optimistische groep? Wie steekt zijn handen? Wie denkt, ja, ik krijg het terug? Wie denkt, nee, het wordt nooit meer wat? Dan is daar de Prozac. We hebben wat Prozac achter die muziek. Het antwoord, dames en heren, is... Ja. Is dat goed nieuws, dames en heren? Is dat geen goed nieuws? Ja, dat is waanzinnig goed nieuws. U krijgt het natuurlijk, ik zal u nog voorstellen, Art Kramer die dat allemaal heeft uitgezocht. Nogmaals, ik praat niet over causaliteit, maar over het feit, en dat werd door Jan al gezegd, een waanzinnig spannende relatie tussen motoriek en cognitie. Tussen motoriek en stemming. Het feit dat die relatie er ligt, dat u nooit meer zult denken, maar ik merk al dat u dat dus niet doet, dat aan deze kant de motoriek staat en aan die kant de cognitie staat. Nee, ik laat u zien in het brein, dat zijn dezelfde neurale circuits. U kunt niet bewegen zonder dat u in die cognitieve circuits bezig bent. Dat zijn dezelfde. Kennelijk is dus de jeugd. De jeugdjaren zijn dus kennelijk heel erg belangrijk. En als u mij zou vragen, geef mij iets over literatuur voor het weekend. Wat is spannend? Dan zeg ik tegen u, lees wat over cognitieve reserve. Dat wat u opbouwt in de eerste 25 levensjaren, zelfs tot 30, is waanzinnig leuk om te lezen. En is belangrijk voor uw latere leven. Cognitive research. Dus die jeugdjaren zijn belangrijk. En het leek me leuk om met u even naar de jeugdjaren te kijken. En dan zo door het leven heen te gaan. Overigens, dit plaatje heb ik ook van internet. Je doet er niet gauw goed mee, want als ik dit plaatje laat zien, denkt de hele zaal dat dit meisje een ernstig auto-ongeval achter de rug heeft. En nog aan het begin staat van haar revalidatie, omdat het hoofd nog op haar voeten zit. Nou, dan ben je nog even bezig voordat dat weer hier zit. Nee, dit was bedoeld als een lenig kind. Dan denk je hier een beetje, nou goed, je doet er niet goed mee. Dit is overigens een causaliteitsstudie.
van Tom Borowski. En die laat zien dat bij normale kinderen, schoolgaande kinderen, als je daar een intensief exercise programma mee doet, die gaan trainen, dat hun academic performance verbetert. Ik wil u even meenemen, weet je, in het bewijs van cognitie en motoriek gaan hand in hand. Hier ziet u daar, vind ik, een heel mooi voorbeeld van. En dan zie je in Nederland, en ik denk ook van buiten Nederland, want dat weet ik niet zeker, dat het gymnastiekonderwijs met de lagere scholen afneemt. Dat vind ik waanzinnig jammer, want u ziet hier hoe motoriek en cognitie juist hand in hand gaan. Ik laat u nog één studie zien, over uit die kinderen. We hebben maar korte tijd, dus ik moet er een beetje doorheen. Dit is een studie die laat zien dat 30 minuten echt aerobic exercise, goede inspanning, slechts 30 minuten, half uur, leidt bij adolescenten tot een verbetering in hun attentional performance. Dus hun aandachtscapaciteit verbetert na een half uur. Ik zeg tegen mijn studenten altijd, jongens, 4 uur achter elkaar studeren, doe het niet. Heeft helemaal geen zin. Doe 2 uur, 1,5 uur, 2 uur, ga dan joggen en ga dan weer door. Dat heeft zin. Hier ziet u het bewijs daarvoor. Hand in hand, motoriek en cognitie. Het leuke is nu, dat ze ook gescand hebben in deze studie. En u ziet hier het brein, het is een beetje vroeg in de dag, maar we weten al, uw neus zit aan deze kant. Het gaat eigenlijk in dit praatje van mij met name over de frontale lob, de prefrontale cortex, de voorzijde van het brein. Naar mijn idee een van de belangrijkste gebieden van het brein. En dan ziet u in deze studie dat de activiteit niet alleen prefrontaal toeneemt, maar ook hier in het cerebellum, in de kleine hersenen. En dan zou ik aan u kunnen vragen, dat ga ik ook doen, als ik nou tegen u zou zeggen, geeft u mij een hoofdfunctie. Wat komt in uw gedachten als ik zeg kleine hersenen? Dan zegt u, bewegen. En daar heeft u ook gelijk in. Maar in deze studie ziet u dat het frontocerebellaire circuit, dus de contacten tussen de prefrontale cortex en het cerebellum, die verbetert als je gaat bewegen. Dus ik maak me sterk dat ik denk dat er geen puur motorische gebieden meer zijn, maar dat er motorische gebieden zijn die ook een bijdrage leveren aan het cognitief functioneren. Zelfde neurale systemen, zelfde circuits die een rol spelen bij zowel motoriek als bij cognitie. Vindt u dat ik dat punt helder maak, dames en heren? U moet even reageren, is het helder? Okay. Dan, ja, timely, hè? Dit is natuurlijk echt hedendaags. Ik bedoel, dit is niet alleen in Nederland een probleem. Het is duidelijk dat die kinderen een verkeerd dieet hebben. Het is ook duidelijk dat ze niet bewegen. Wat u misschien ook nog leest in de literatuur is dat deze kinderen een te weinig cognitieve reserve opbouwen. Wat u niet leest, en ik wel, nog voorzichtig aan, dus je moet die uitspraken wel kalm aan doen, is dat deze kinderen wellicht over 40 jaar een extra epidemie vormen van jong dementerende. Want ja, zij hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, suikerziekten type 2, hoge bloeddruk. Dat zijn natuurlijk wel de predisponerende factoren voor dat soort problemen. Dus we moeten niet alleen investeren hier in een huidige moment, maar juist over 40 jaar. Overigens hebben ze met deze kinderen dus ook een exerciseprogramma gedaan. En wat zie je dan bij deze kinderen? Dat hoop hun cognitieve functies verbeteren. Met name die functies waarbij de prefrontale cortex weer zo'n grote rol speelt. Dus kennelijk is bewegen en die prefrontale lob, die voorzijde, heel behoorlijk sterk contact met elkaar. Ik wil u daar nog met u nog verder naar kijken in dit praatje. Oké, even door het leven heen. Dit is die beroemde professor Art Cramer. Hij publiceert echt regelmatig in Nature. Dus hij is het echt wel gemaakt. Ik probeer het ook wel. Ik maak elke week iets over aan euro's, maar het helpt totaal niet. Ik kom er niet één keer in, dus er zit iets mis mee. Maar hij wel. Hij is heel beroemd. En wat hij heeft gedaan, is met die sedentary elderly hier, die luie ouderen, is die gaan exercise. 6 maanden lang heeft hij, deze mensen waren ook niet dement, maar ze waren gewoon lui. 6 maanden is die mensen gaan brisk walken. En weet, brisk walken wil zeggen echt doorlopen. Intensieve inspanning, matig intensief. Natuurlijk niet de hele dag, want dan had niemand het onderzoek overleefd. 30 minuten per dag. Wat denkt u, ik moet even reageren weer, wat denkt u dat hij vond? Want u kunt zich voorstellen, 6 maanden, prachtige cardiovasculaire inspanning, betere conditie, betere doorbloeding misschien van het brein, als dat al de onderliggende factor, wat we niet eens zeker weten. Maar dat zou u erbij kunnen voorstellen, beter hartactie, beter doorbloeding. Wat vond hij nou? Ging nou het hele brein vooruit? Gingen alle cognitieve functies vooruit of alleen een bepaald deel? Wat denkt u? Alles? Ja, u bent die optimistische groep, dat is echt fantastisch. Wat kunt u uit het voorafgaande opmaken? Misschien niet het hele brein, maar misschien prefrontaal. Althans, die functies waarbij prefrontaal een rol speelt. Nou, inderdaad moet ik u zeggen, het was niet het hele brein, maar dat deel wel, ja. Met name die functies waarbij de prefrontale cortex betrokken is,
die reageren heel gunstig. En dan zult u zeggen, en dat ben ik ook met u eens, jammer, niet dat hele brein, nee. Maar dit is toevallig wel, nogmaals, het deel van het brein waar het laatst klaar is in aanleg. 25e, 30e levensjaar. Bouwt het jonge mens nog aan dit deel van het brein? Moet u zich voorstellen. Het is het hoogste in de hiërarchie. En ik zou willen zeggen, het zijn onze belangrijkste cognitieve functies. En ik geef u daar een voorbeeld van. Waanzinnig belangrijke functies. En hij vindt daar het effect op. Dus toch wel heel vreugdevol eigenlijk. Wat u ook ziet, dit is deel is van het brein. Dit is een latere aanzicht en media aanzicht. Dit deel van de hersenen is het laatst klaar. Het gaat het eerst weer achteruit. Last in, first out. Dat geldt ook voor veel delen van het brein, ook voor de kleine hersenen, maar met name ook frontaal. En waar zou u dat dan kunnen merken? Ik merk dat eigenlijk al op mijn leeftijd gaat dit deel van het brein om achteruit. En dat merk ik omdat ik denk bij mezelf, nou, daar heb ik niet zoveel zin meer in. Ach, weet je wat, laat dat ook maar zitten. Herkent u het een beetje? En dat je denkt, nee, dat ook niet meer. Ik word nu uitgenodigd voor de kennisdag, GGZ. Dan denk ik, nou, dat heb ik allemaal wel eens een keer gedaan, hè. Nee, ik moet dit juist doen. Vanwege mijn eigen prefrontale cortex, begrijpt u wel? Dus als u op mocht denken dat ik hier voor u sta. Mis, ik sta voor mezelf. En ik moet u zeggen, daar zit een hele grote waarheid in. Als u kijkt, en u moet het eigenlijk vertalen naar de mensen met een dementie. Naar de mensen die in het verzorgingshuis komen. Hoeveel uitdaging zit daar eigenlijk nog in? En dat punt wil ik met u graag delen. Want dan kijkt u een beetje in mijn hart. Want daar ben ik elke dag mee bezig. Hoeveel activiteit is er eigenlijk? Maar als u kijkt naar het ouder wordende brein, en als u nog een ander gebied van literatuur wil zien wat waanzinnig leuk is, dan is dat de enriched environment. Verrijkte omgeving en het ouder wordende brein. Geweldig. En dan ziet u dat je juist dit soort uitdagingen moet aangaan als je ouder wordt. Je moet actief blijven, je moet problemen kunnen oplossen. We hoeven ze niet te creëren, maar we moeten ze wel oplossen. De vraag is, moet het bewegen benend zijn of kan het ook met de armen, bijvoorbeeld voor mensen in een rolstoel? De meeste studies gaan, zoals u zult begrijpen, over lopen en dergelijke. Onze eigen groep heeft één studie gedaan naar armbewegingen, heel goed gestructureerd gedaan. Eén studie maar, dus wetenschappelijk gezien geen studie, zal ik maar zeggen. Wat wij vonden op cognitief gebied, geen enkel effect. Bij mensen met een gevorderde dementie overigens, maar de stemming verbeterde significant ten opzichte van de controlegroep. Nogmaals, één studie. U mag er niets aan verbinden. We moeten eigenlijk door op diezelfde lijn. Maar het is bemoedigend om te zien dat we in die richting wel ons ontwikkeld zijn. Ik wil u een voorbeeld geven over hoe belangrijk het is dat zo'n functie als bijvoorbeeld inhibitie, dat die juist gunstig reageert op beweging. Even een vraag. Bent u bekend met de term inhibitie, dames en heren? U moet even zeggen ja, nee, hardop. Nee. Dank u. Een stuk helderder geworden. Ik geef u een voorbeeld voor remming. Ik denk dat remming een van de allerbelangrijkste cognitieve, een van de allerbelangrijkste cognitieve functies is. Ook voor stemming en ook voor gedrag en ook voor motoriek. Ik zal u van elk één voorbeeld geven. U heeft nu deze fantastische, ik ga eerst praten over remming voor cognitie, voor geheugen. U heeft nu deze fantastische dag. U gelooft toch nooit dat u het allemaal kunt onthouden. Dat kunt u niet, want uw werkgeheugen is beperkt. Dus wat doet u de hele dag? U denkt de hele dag onbewust. Nou, dat was wat minder relevant. Dat vond ik ook niet zo interessant. Maar dat wel. En dat wel en dat wel. U kunt selecteren. En door dat selecteren kunt u onthouden. Stelt u zich voor dat ik nu een afdalende prefrontale cortex heb. Die gaat naar beneden. Qua functie dan. En alles in mijn omgeving wordt belangrijk. Wat denkt u dat er dan met mij gebeurt? Dan raak ik in paniek. Dan ontstaat er chaos. Dan word ik angstig, want ik weet niet wat wel en niet meer relevant is. Dat is wat er met iemand gebeurt die aan het dementeren gaat. Ik kan het duizend manieren verklaren hoe angst bij iemand met een dementie, maar dat zou er één van zijn. Alles komt op je af als even belangrijk. Dan moet je toch niet aan denken dat dat zo is. Voorbeeld voor remming, inhibitie voor motoriek. Nou, het feit dat ik hier recht op voor u sta, tegen de zwaartekracht in, ik beweeg positief op dat doek, dat kan ik alleen maar doen omdat ik doorlopend word geremd. Vanuit de schors. Nu kan ik ook op dit moment een herseninfarct krijgen. Nou, dan weten we, dan krijg je hier een schade in die schors. En wat zie je dan een ontremming? En wat is die ontremming? Dan ziet u het typische beeld van iemand met een halfzijdige verlamming. Namelijk een spasme van je strekkers van het been. En een spasme in de buigers van je arm. En dat zijn precies de anti-zwaartekrachtspieren.
die worden nu geremd. Ik kan gewoon bewegen. Ik sta tegen de zwaartekracht in. En toch beweeg ik coördinatief. En wat zie je bij mensen met een dementie? Die ook ontremd raken, motorisch ontremd raken. Ja, hier zit een gluf, dus ik moet oppassen. Maar die lopen zo uur na uur na uur lopen ze langs die randen. U weet het wel van die gangen. En wat wij dan proberen als zorg is om die mensen op de stoel te krijgen. En dat begrijp ik best wel, omdat die mensen anders niet kunnen eten. Die zitten een minuut en die staan dan direct weer op. Echt dramatisch en het is een tragedie als je het ziet. Je hart huilt. Maar ik vraag me af of dat de goede methode is. Ik denk dat als je iemand immobiliseert, oftewel inactiveert, wat denkt u dat er met de doorbloeding van de prefrontale cortex gebeurt? Gaat hij omhoog, denkt u, gaat hij naar beneden? Ja, die zakt in. Dus je ziet pas twee studies wereldwijd die met mensen die geagiteerd zijn, die onrustig zijn, die een wandering doen, dat zij daar juist een bewegingsprogramma mee doen. En dan zie je dat dat heel gunstig reageren kan. Nogmaals, het is een heel complex probleem. Dus ik doe niet makkelijk daarover. Maar de gedachte is spannend. Ga juist bewegen met de mensen. Vindt u dat ik dat punt helder maak? Voorbeeld over inhibitie en gedrag. Ja, dat is natuurlijk iets wat de hele dag gebeurt. U gelooft toch nooit dat u er zo bij hebt gezeten vandaag. Als u niet doorlopend u zelf afremt. Er zijn een aantal mensen onder u, dat weet ik. Die hadden het liefst een broek vandaag over hun hoofd aangetrokken. Die hadden die behoefte. Ja, maar die doen het niet. Want ik zie tenminste niemand hier nu met zijn broek op zijn hoofd heeft. Dus dat is gelukt, zeg maar. Ik heb zelf altijd, ik heb alweer een heel wat leuke dames in het publiek gezien. Waarvan ik denk, nou, ik zou toch wel even op schoot even willen een hup, zo, weet je wel. En dat heb ik wel. Dat ik dan denk, oh, wat leuk. Maar ik doe het niet. Dus ik wacht even, ik hoop dat het lukt. Even niet zo mee. Ik hoop het voortdurend, daarom loop ik wat. Omdat je dan remt, zeg maar. Dat is het idee. Maar als je kijkt bij mensen met een dementie, dan hoef ik u niet uit te leggen hoe dramatisch de gedragsveranderingen zijn. Die pakken ons het meeste aan. Vanuit de mensen zelf, vanuit de familie. En wat je dan ziet is mensen die geagiteerd zijn, mensen die onrustig zijn. Dan is de eerste reden toch vaak een beetje dat we proberen om dat maar te immobiliseren. Dan kom ik nog terug op dat punt, want dan gaat u een beetje in mijn hart kijken. Ik hoop dat ik overtuigd ben van het belang van remming. Over dit hele verhaal heen, dat beweging juist daarop dat geweldige effect heeft. Nou, ik doe een volgende stap. Ik weet niet hoe vrolijk hiervan wordt. Dit is pas door mij helemaal gedaan. Dit lijkt een beetje alsof ik het op vrijdagavond op de wc heb zitten inkleuren. Maar dit heb ik 2 jaar over gedaan. 2 jaar, dat kan schelen. Ik kraag werk, dat kan ook. Maar het waren meer plaatjes dan alleen deze overigens. Wat ik u wil laten zien is... Hier hebben we het over de prefrontale cortex, voorzijde van het brein. Ik heb u verteld, dit zijn de belangrijkste cognitieve functies. En wat ziet u? En eigenlijk moet u naar de circuits kijken. En dat is het allerleukste tegenwoordig. Je moet niet meer aan gebieden denken, maar circuits. Maar dat kan u voor vandaag niet. Maar wat je ziet is dat heel veel motorische functies in dezelfde gebieden zitten. In dezelfde circuits. Ik hoop dat ik u hiermee overtuig. Dit kan niet anders dan hetzelfde zijn. En nu druk ik op de knop. En dan ziet u wat in een relatief vroeg stadium al verloren gaat van de ziekte van Alzheimer. Wat zwart wordt, is dan al aan het degenereren. Daar komt ie. Kijk. Ja, dat is indrukwekkend. En dan kun je over al deze dingen kun je natuurlijk verhalen. Dat is duidelijk. Ik kan maar één dingetje doen. En dat is hier aan de voorzijde van het brein. Daar hebben we het over. Dat ziet u, het initiatief nemen om te bewegen is enorm kwetsbaar. En dat is precies wat je op de PG-afdelingen ziet. De mensen, ik heb hier nu geen stoel staan, maar de mensen zitten de hele dag. Ja, ik chargeer, anders maak je het punt niet. Er zijn huizen waar dat niet maar. Even ruim kijken, hè. En dan zit meneer Jansen zit ook zo. En dan gaat meneer Jansen, die heeft nog enig initiatief. En die gaat staan. En wat zegt de verzorging? Met alle liefde voor de verzorging, hè, en respect. Maar die zegt meneer Jansen, gaat u weer zitten. Ik begrijp dat, want je moet uiteindelijk de controle houden over 25 man. Maar het is vanuit dit verhaal precies wat je niet moet doen. Meneer Jansen moet de gelegenheid krijgen om te lopen. Dat is de boodschap. Ik wil u nog iets anders met u delen. Niet alleen inhibitie, wat u hier ziet staan, maar ook intern record. Ik weet even bekend bent met intern record. Ook een prefrontale cortexfunctie, als ik het zo mag zeggen. Een beetje gek gezegd, maar zo wil ik het even doen. Intern record betekent, ik heb mijn eigen referentie. En is dat essentieel? Dat is cruciaal. Want ik weet waarom ik bij u ben vandaag. Ik weet waarom ik 10 minuten geleden bij u was en een half uur geleden bij u. Als mijn interne referentie afneemt, hou ik mijn externe referentie over.
Dat is precies wat je ziet op de PG-afdeling. Iemand schreeuwt, een ander gaat ook schreeuwen. De zusters gaan naar huis om half vier. Wie staan er ook bij de deur met een jas aan en een tasje in de hand? De mensen met de dementie. En die vragen aan mij, u brengt mij toch nog naar huis. Eigen referentie is weg. Je ziet die mensen komen de hele dag. Dat moeten we zich maar eens voorstellen vandaag. Die komen de hele dag uit het niets vandaan. Die bouwen die voorgeschiedenis niet op. Moet je zich dat eens voorstellen. Dat je de hele dag denkt, wat doe ik hier? Brengt u mij naar huis? Wie bent u? Want dat is wat er gebeurt als je geen eigen referentie hebt. Heel indrukwekkend vind ik dat. Overigens heb ik u gezegd dat bij de ontwikkeling van die prefrontale cortex, dat is dus nog in ontwikkeling tot het 25e, 30e levensjaar, heb ik u verteld. Hè? Dus een kind van 10 jaar, zeg maar, 8 jaar, 10 jaar, heeft nog geen eigen referentie, die kijkt naar zijn ouders. Die heeft de externe referentie. Bent u het mee eens? Dat brein ontwikkelt zich nog. Ik zal u een voorbeeld geven. Kijk, dit is heel normaal. Dit is een normaal kind. Wel typisch Feyenoord overigens hoor. Ja, ja, dit zie je bij Ajax niet, echt niet. Dit is natuurlijk bij het vertrek van Beenhakker is natuurlijk extra geaccentueerd. Maar dat kind kijkt, dit is een normaal ontwikkeld kind, is niet volledig gered. Wat denkt u als je naar zijn vaders kijkt, naar de vaders van de kinderen? 20 jaar later, denkt u dat het er anders uitziet? Bij die voetbalhooligans, wat denkt u? Even normale ontwikkelingen, wat denkt u? Is dat inmiddels in orde, denkt u, als ze 20 zijn, die jongens? Ik zal het u laten zien, ik geef u nu een voorbeeld van Ajax. Kijk, ja, nee. Nee hoor, dat ziet er nog even slecht uit. Moet u eens kijken naar die open monden hier, het is allemaal ontremd. Tegenwoordig kijk ik wel eens dieper en dan denk ik, hé, ik zie een klein kuiltje frontaal. Het is gewoon niet helemaal ontwikkeld bij die lui. Dat is niet denk. Let maar op, als je ziet iemand die gaat dat zittetje losrukken, gooit het het veld op, wat doet de rest van het vak? Gooit mee. Externe referentie. Eén geeft er een lel, wat doet de rest? Lelt mee. Ja, ik vind het ook wel leuk, maar doe het niet, want ik heb een interne referentie. Ja. Terug naar de situatie. Dit is weer de serieuze situatie, hier is de normale situatie. Nu laat ik u zien bij de ziekte van Alzheimer, dat is u dan al meteen bekend. Dat ziet er dus zo uit, ontremming, geen intern record. Maar kijk nou eens naar frontotemporale dementie. Voor de niet ingewijden, een dementie waarbij de frontale lob nog veel meer betrokken is. Dat zal ik u hier laten zien. Moet eens kijken. Relatief vroeg stadium, hè. Die mensen zo beschreven zijn agressiever, zijn meer geagiteerd, zijn ontremd. En wat is dan onze reactie? In Nederland neemt het gelukkig heel erg af, maar het is wel actueel binnen de psychiatrie op dit moment. Dan ga je immobiliseren. Nogmaals, dankzij Jan Hamers en de Expel-programma's zie je in de verpleeghuissector dat dit heel erg afneemt. Het is al op een aantal plaatsen helemaal niet meer gelukkig. Maar goed, u weet, het is al momenteel actueel wat er dan zich afspeelt in de psychiatrie bijvoorbeeld. En u kunt zich voorstellen, tegen de achtergrond van mijn verhaal, dat als je mensen zodanig immobiliseert, wat denkt u dat er met die prefrontale cortex gebeurt? En dan zeggen wij, goed dat we begonnen zijn met fixatie, want die mevrouw wordt steeds onrustiger. Ja, ja. Ik help zelf die prefrontale cortex opzij. Dus die ontremming wordt steeds groter. Dit is heel extreem. Ik ben door een paar slides heen nog, en dat gaat heel snel nu. Niet zo extreem. En nogmaals, ik hoor niet tot de groep van mensen die denken, laten we tegen onze instellingen nog eens flink negatief zijn. Nee, ik werk er zelf. Ik ben zeker niet negatief, helemaal niet. Maar ik wil wel een nieuwe stap maken. Dat is heel erg lastig in de huidige tijd. Om een nieuwe stap te maken in de zorg. Want wat denkt u als je nou gewoon binnenkomt in onze huizen? Dit zijn studies niet door mij gedaan. Dit zijn 15 verpleeghuizen. En wat ziet u? 451 mensen liggen meer dan 17 uur per dag in bed. In de instelling waar ik kom, zie ik dat de mensen om 6 uur 's avonds alweer naar bed worden gebracht. En ik begrijp dat, hè? Want de mensen met die twee lieve verzorgenden, fantastisch, grootste respect voor, die moeten dat wel doen, omdat ze anders die 20 man niet naar bed. Maar vanuit dit verhaal is het desastreus, deelt u mijn gevoel. Als je nou in zo'n verzorgingshuis inkomt, ik kom erin, zometeen over 10 jaar, en ik kom in de deur van het verzorgingshuis, dan heb ik nog een activiteitsniveau. Wat laten deze studies zien? Je ADL, je activiteitsniveau, gaat naar beneden in onze instellingen en je komt er nooit meer bovenuit. Word je er gelukkig van of ongelukkig? Nou, dat voelt u wel. En dit is, en daar ben ik dus maar één na laatste slide. Dit is ook iets wat echt in mijn hart treft. Want dit zijn stroke units. En ik ben even bekend met een stroke unit. Dat zijn speciale afdelingen in het verpleeghuis
waar mensen met een CVA naar een herseninfarct worden opgenomen. Vroeger lag je 6 weken in het ziekenhuis, nu 3 dagen en je gaat naar die stroke unit. En op die stroke unit, dames en heren, krijg je 2 keer per dag fysiotherapie, 1 keer per dag ergo, noem maar als voorbeeld. Prachtig. Maar 22,5 uur, zeggen deze studies, niet de mijne, gebeurt er niets meer. Dan bent u dus een beschadigd brein, heeft u. En dan zit u 22,5 uur, ligt u op bed, of u zit in een rolstoel, zonder enige vorm, ik chargeer hem, van contact of activiteit. Het is wel een triest eind, maar het is niet anders. Als u zegt, wat moet ik eraan doen om het allemaal te vermijden, dan zou ik zeggen, sla erop los als u oud wordt. Heel veel dank. Een geweldig verhaal. We hebben gelachen en aan uw lippen gehangen. Er is ruimte wel voor 1 vraag uit de zaal. Het is niet zo heel erg veel, maar ik denk dat dat heel leuk is, juist voor dit levendige verhaal. Ik kom even bij u. Houdt u me een beetje overzichtelijk, uw vraag. Wie bent u en waarvan? Ik ben Maarten Stedrik, ik ben SPV. En mijn vraag is, is het nou zo dat als je gaat bewegen, dat dan ook die hersenbalk, moet het per se, laten we zeggen, alternerend bewegen zijn? Lopen is alternerend bewegen. Maar stel nou dat ik halfzijdig verlang ben, ik ben met 1 helft bezig. Is dat dan, laten we zeggen, kwalitatief net zo'n goede beweging voor die prefrontale cortex? Dank u voor uw vraag. Er zijn heel weinig studies nog wereldwijd die dat onderzocht hebben. Ik ken er 2. En het gaat in eerste instantie eigenlijk om de inspanning. Dus het wil niet eens zozeer om het alternerende bewegen, wat natuurlijk goed is. Maar de vraag is eigenlijk, levert u een voldoende aerobe inspanning om dat effect te bereiken? En er waren 2 studies. 1 studie toonde het niet aan en 1 studie met een hele complexe vorm van oefentherapie, die toonde een cognitief effect aan. Daar hebben we het over, of het effect op cognitie wel of niet te vinden was. Dus 1 wel, 1 niet, 2 studies, dus we moeten er eigenlijk nog tegenaan. Mooi, hartelijk dank nogmaals Erik Scherder. Hij is hier ook nog straks in de pauze, dames en heren. U kunt hem vast nog wel even aanschieten om even door te praten, mocht u dat willen.